Oké, okay. We gaan een nieuw spel spelen. Fat Drac. Oftewel Vet Dracula. Een spel van Push Gaming. Nou, de meeste spellen van Push Gaming zijn gaaf. Ik heb deze al even gespeeld en deze is ook echt wel leuk. Het is wel heel moeilijk om die bonus te hitten. Je hebt een draaklaartje nodig in combinatie met zo'n kelk. Er kunnen tussendoor ook een vleermuis verschijnen. Als een vleermuis verschijnt, pakt hij een van die bolletjes links. Dus een multiplier. Er kan ook een soort deurtje volgens mij verschijnen. Dan krijg je een soort spelletje waar je uit vier dingetjes kan kiezen. En dan kan je of één vleermuis krijgen, of twee vleermuizen, of de bonus. En de bedoeling het makkelijkste is dan twee vleermuizen. Dan maak je grote kans bijvoorbeeld daar die 100 te pakken. En als 100 keer je inzet. Er kan ook nog wel eens een dikke Dracula verschijnen. Dat is heel random. En die pakt alle bolletjes links. Ja, die 100 die zal hij natuurlijk niet vaak geven. Het is wel een echte alles of niets kans. Dus zoals je ziet, ik speel hem ook op een lage inzet. Ik kan het wel adviseren. Of je moet op een dikke win staan, dan kan je misschien wat hoger spelen. Want ja, zoals met alle spellen van Push Gaming, dat is een beetje à la No Limit City. Dat is echt alles of niets. Dus in 9 van de 10 gevallen pakken ze je geld af. Of die zijn, ja, ook al krijg je een bonusje, dan zijn de prijzen niet heel veel. Maar één keer in de zoveel tijd komt er een klapper. Nou, we moeten een bekertje hebben. We hebben de bonus. We hebben meteen een bonus. Dan moet je heel veel bekertjes verzamelen. Je zal dadelijk hier rechts een meter zien staan. Dan moet je 5 bekertjes verzamelen. En dan wordt die Dracula groter. Niet zoals Fat Rabbit en zo, dat die dan wel is, die Dracula, als die groot wordt. Maar hij verandert in een bepaald symbool. Nog 1 bekertje, dat is nog niet goed. Ik heb nog maar 3 spins. Maar er kunnen ook lekker 3 bekertjes vallen. Dat heb ik al een keer gezien. Er moeten nog 3 bekertjes dus. Nee, dat moet niet worden, denk ik. Klopt, doet in ieder geval, maakt het in ieder geval spannend. Ja, hij maakt het wel spannend. Ik heb nog 1 bekertje nodig. En dan krijg je 4 gratis spins namelijk. En hier kan ook vleermuisje zo vallen, maar bekertje. Oeh, net op het randje. 4 spins. En dan wordt hij iets groter. En de bedoeling is dat elke keer als je een level omhoog gaat, wordt die groter. En je moet zo'n bekertje eigenlijk links hebben. Daar ja. Dan gaat die Dracula daar naartoe. Maar dat is dus geen weld. Die verandert in een random symbool. Maar dit kan ik niet halen, denk ik. Oh, een weld is sowieso goed. Dat is redelijk, hè. 3 euro. Nou, valt tegen eigenlijk, maar... Hij moet dus steeds groter worden. Ik heb nou weer in 2 draaien 3 brekertjes nodig. Dat gaat hij niet doen, denk ik. Weld. Nee. Helaas. En geen features. Dat is heel jammer. Dus dat was geen dikke bonus. Want hij kan ook nog vleermuizen geven en van alles dat je die muntjes daar links kan winnen. Dat was mij niet gegund op het moment. Nou, die beker en dat deurtje hebben we nog niet gezien, maar die krijgen we dadelijk misschien ook te zien. Je kan, zoals je van Push Gaming gewend bent, ook op de spatiebalk rammen om zo vrij snel te spelen. Dat is wel gevaarlijk, maar ja, voor de ongeduldige spelers kan het interessant zijn. Kijk, nou, daar links zie je dat 100 muntje. Nou moet eigenlijk dus dat vleermuisje komen. Of helemaal mooi als die dikke komt, de dikke Dracula. Die pakt namelijk alle muntjes links en dan heb je hem gegarandeerd. Want vaak als er één vleermuisje komt, pakt hij het laagste symbool. Voor degenen die Push Gaming spellen trouwens leuk vinden. Nou, zoals je ziet, ik ben nu, of ja, ik weet niet of jullie het zien, want ik haal de logo's vaak weg. Maar je kan ze tegenwoordig ook bij Bad City spelen. Bij Unibet heb je ze. En bij Casino. Alleen bij Casino hebben ze vaak errors, die spellen. Dus ik speel ze het liefst bij Unibet of bij Bad City. En voor de rest qua symbooltjes, ja, ik kan er even laten zien, maar... Dat is niet zo heel spannend. Het rode mannetje is, of ja, de weld is het meest, daarna het rode mannetje. Nou, de symbooltjes die je kan krijgen, dus die Dracula met een vleermuis en een beker. Het Fat Drac, die zie je hieronder. Die kan dus gewoon geheel random verschijnen. Je hebt dus verschillende soorten doodskistjes. En dan krijg je een soort memory spelletje. Ja, je kan dan een keuze maken uit 4
Of ja, je hebt één dooskistje, sorry. Daar zitten die verschillende muntjes in. En je moet dan uit 4 muntjes kiezen. En dan kan je dus of een prijsje krijgen. Een vleermuisje. En een vleermuisje is dus één van die balletjes. Of je krijgt een bonus. Je kan ook meerdere vleermuizen krijgen, dat is interessant. Maar als hij er geen zin in heeft, kan hij ook heel snel je geld afpakken. Maar dat ik zeg altijd bij al die pushgaming spellen zo. Dus speel ze of met een lage inzet, zoals ik al zei, of als je al op winst staat. En verder valt er vrij weinig over te zeggen. We spelen tot de 120. Kijken of we nog een feature kunnen. Het zou leuk zijn als je nog even dat vleermuisje laat zien. Dit is echt zo'n kast die doet het met pieken en dalen. Soms laat hij 6 keer achter elkaar dat vleermuisje zien. Soms doet hij helemaal niks. Zoals, ja, we hebben wel een bonusje gehad natuurlijk. Maar voor de rest heeft hij nog weinig features laten zien. Ja, als hij die features niet laat zien, dan is het basisspel vrij saai. Maar ik zeg al, hij kan uit het niks kan hij een leuke klapper geven. Kom op, doe nog even een vleermuisje of zo. En ik moet eerlijk zeggen, ja, ik kijk af en toe wel naar die linkerrol. Vooral als die 100 daartussen zit. Maar joh, als hij hem wil geven, doet hij het toch wel. En dan merk ik het vanzelf wel. Dus naar die kleine prijsjes daar links, en dat is die balletjes van 1, 5, 2, 1, 10. Ja, dan kijk ik niet, nou, helemaal niet op deze inzet, want 10 is 5 euro. Dus afvalt dat vleermuisje, dan is het niet heel spannend. Behalve als die dikke valt, want dan pakt hij natuurlijk al die muntjes. Maar hij heeft er even helemaal geen zin meer in. Kom, een draaklaartje, een vleermuisje, doe iets. Ja, dat heb ik wel vaker als ik zo'n review doe, dat hij er dan net geen zin in heeft. Maar ja, dat blijft natuurlijk gokken. Een paar draaitjes nog. Oh, dat was wel een 50, maar ja, die ging te snel voorbij. En ik heb in die bonus, kun je ook die dikke nekken tussendoor krijgen of een vleermuisje, maar dat heb ik nog niet één keer gehad. Ik moet eerlijk zeggen, want ik heb hem ook pas net, ik heb hem vandaag ontdekt in het spel, dus ik heb hem nog maar, ik denk, een kleine 15 minuten gespeeld. Ja, houdt om een half uurtje. Nee, we gaan ermee stoppen. De laatste. Ja, we houden het voor nu even voor voorzien. Ik plak hier achteraan nog wat bonusjes. Ja, het design ziet er wel mooi uit. En wat je van pushgaming gewend bent, speelt lekker weg. Helemaal als je achter je desktop zit, kan je lekker je spaatspel indrukken om een soort van turbo play te doen. Ja, Dracula zien we wel vaker voorbij komen. Fat Drag. Ik dacht eerst dat het is een soort van opvolger van Fat Santa en Fat Rabbit. Alleen ik zeg al, in die bonus is dan dat dat Dracula-symbool dat groter wordt, is geen weld. En dat is bij die andere spellen wel zo. En ik had het leuker gevonden als die weld er was. Of als het een weld was. Maar goed, deze heeft wat extra features met die balletjes. Dat hebben ze leuk gedaan. Ik heb er nog geen klapper mee gemaakt. Maar ik vind het dan een potentieel leuk spel. Ik zeg hem elkaar om wat vaker spelen. Maar voor nu krijgt hij zeker 3,5 ster. En als ik er nog dik mee ga winnen, krijgt hij misschien nog een half sterretje bij. Dus Fat Wreck krijgt 3,5 ster. Yo. Dat. We gaan voor de 2. 1. Oké. Ja, alleen maar de 10. Doen we de 10 dan? Oké, alle symbolen, dus inclusief 25. Dat is redelijk, hè? Eerste keer dat ik deze krijg. Wel grappig. Grappig spel. Oké, dan komt die dikke. Ja, maar 100. Oh. Hij kwam niet. Dat kan dus ook. Maar als hij had gevallen, had hij die 100 gepakt. Dat zul je altijd zien. Ja.
Oeh, wel vriespins. Nog nooit gehad deze. Ben benieuwd. Moet veel prijsjes halen. Dus die beker moet vallen. Om die dingen te verhogen. Oeh. Maar kom op die beker. Hoeveel heb je nog? 5 spins. Ja, een beker. Maar ik heb zoveel bekers nog nodig. Ik heb er 5 nodig. Dat ga je toch nooit redden. Moeten er meerdere bekers per spin zijn. Ik heb nog 1 spin. Kom op. Jojojo. En dan wordt groter. Krijg wel extra spins, hoop ik. En ik heb die vleermuis nodig. Daar die 100 zater. 4 extra rondes, oké. En ik heb nog 2 bekers. Pakt hij deze nou nog? Nee. Ja, wel een bekertje. Nog 2 bekertjes nodig. Oké, dadelijk in ieder geval prijs. Ja, een beker. Nog 1 beker. Waarom was daar geen prijs? Oh, hij maakt er een symbool van. Oké, kom op. 1 beker nodig, doe het. Nee, Dat is jammer dat die 100, ik zat er niet eens op te letten. Wel een leuke bonus, maar deze was dramatisch. Maar hij is wel leuk, we hebben hem gehad. Oké, pak die 50, kom op. 2-2, kom op, 2 kans. Als ik een goede pak. Wil ik de verkeerde pak? Ja hoor. Pak in ieder geval die 50, alsjeblieft. 5. Yes, bonus. Kom op. Een keer meer als... Kom op, meteen 3 bekertjes of zo. Nee, niet 1. Maar schiet ook op. Twee, oké. Bekertjes nou links. 2 bekertjes links. Ja! Oeh, en een doodskistje. Nog nooit gehad met een 4'tje erbij. Pak die 100 alsjeblieft. Plus 1 gratis ronde, 3 en niet 1 pakken. Alle andere is goed. Plus 1 gratis rondes. Ah, oh, ik had eigenlijk die vleermuis willen hebben. Dan had ik gewoon een 100 muntje kunnen pakken. 1 gratis rondes, oké. Okay. Met 2 bekertjes krijg ik nog 4 gratis rondes. Het is de eerste keer dat hij een 4'tje geeft. Ah, kom op. En nou nog 1 ronde verder. Dat heb ik nog nooit gehad. Bekertjes. Dat is in ieder geval 1. Dat is niet veel, maar... Daarbovenaan komt weer een 100. Ah, geen bekertjes. Kom op. Veel bekertjes. Nee. Kom op. Of een 4'tje. 1 bekertje is te weinig, denk ik. En een heel lage prijsjes. En dan zet hij die draakluik verkeerd weg. Kom op, of een 4'tje. Wel een bekertje. 2 spins. En 2 bekertjes nodig. 1 bekertje. 1 bekertje, nou kom op. Oh, 4 vleermuisjes, pak die 100. Joh! 2,50 daar. Dat is mijn eerste prijs. Die draakluik kan dus ook in vleermuis veranderen, dat wist ik niet. Kom op, 58 euro, eerste redelijke. Nog 1 spin, 1 bekertje nodig, daar die 2,50, kom op. Ja, bekertje, vleermuis. Ah, oh, jammer. Als die vleermuis had ik die 2,50 kunnen pakken. Krijg ik in ieder geval spins erbij en ik heb nog nooit die... Dit level heb ik nog nooit gehaald, kijk hoe groot die al is. Hè. 3 gratis rondes. Dan moet die vleermuis veranderen. Ah, oh, verander alsjeblieft in vleermuis. Ik heb 2 kansen.
Eén bekertje. Ik heb ook twee bekertjes nodig. Ja, dan gaat het niet. Oh ja, vleermuis, kom op. 9, we moeten plukken. Ja, 2,50. Er komt nog een keer 2,50 in beeld. Oeh, dat zou ziek geweest zijn. 2,50 en 100. Als je nou nog één keer een vleermuis doet. Maar dit was een dikke hoor. Jammer van die inzet, maar toch 135 euro. Kom, één spin nog. Of twee bekertjes, doe het. Oh, net niet hè. En geen vleermuisjes, dat is jammer. Of kan hij nou nog een keer vleermuisje veranderen? Nee, ik denk het niet. Nee. Ah, dat was toch een dikke. Kijk, zo zie je maar de potentie als dat ding groter wordt. En dan kan hij dus 2 meier op 50 cent. Dan kan hij echt wel dik worden. En ja, ik vind het wel een heel gaaf spel. Het is wel heel moeilijk om deze bonus te pakken hoor. Maar ik zeg wel, dat is push gamer hè. Alles of niks. Je moet het een beetje zien als No Limit City. Maar ja, zeer zeker de 3,5 sterren waard. Misschien zelfs wel 4 sterren. Maar ik moet nog wel even kijken of ik hem vaker ga spelen. Want mijn favoriet blijft dan toch Razor Shark. En die heb ik volgens mij... ja, ik heb nog geen review voor gemaakt, maar die schaal ik dan in op 4 sterren. Oeh, krijg ik een vleermuisje? Pak die 100. Ik heb nog nooit die 2 gepakt. Dat is altijd 1. Altijd 1. Ik ga in ieder geval naar die 100. Kom op. Dat kan bijna niet. Nou, in ieder geval naar die 10. Dat is niet slecht. Ja, mijn race was toen mijn favoriet. Ik heb 4,5. Ja, ik moet zeggen, ja, dat komt ook een beetje door die bonus net. En dat ik de potentie zie. Ja, ik geef hem toch 4 sterren. Ja, Fat Track krijg ik 4 sterren. Maar ik zeg wel, pas wel op. Want als hij die bonus niet wil geven. En die bonus is ook heel vaak ruk. Want ik heb ook een paar bonussen gehad dat ik echt 5 of 10 euro heb. Maar als hij het doet zoals hij het net deed. En dan maakt hij het echt wel heel spannend. En dan is hij echt heel leuk. Dus ja, vandaar toch wel 4 sterren. Fat Track, 4 sterren. Yo.